Verschillende plaatsen in de Ooipolder zaten dinsdagochtend enkele uren zonder water. Onder andere in Persingen, Leut, Ooi, Millingen aan de Rijn en een gedeelte van Beek kwam er geen water uit de kraan. De storing begon rond 3:30 's ochtends. De oorzaak was een leidingbreuk. Op de Persingse straat in Persingen liep het water naast de berm. Monteurs van waterbedrijf Vitens pompten het gat met het lek leeg om te kunnen zien wat er precies aan de hand is. Rond 10:30 was de storing verholpen en had iedereen weer water. Het dichtmaken van het gat duurt nog de rest van de dag. De 30 kilometer van de Vierdaagse gaat op de schop. Het aantal wandelaars op die afstand stijgt snel. In 2014 liepen er bijna 11.000 mensen mee. De verwachting voor 2017 is dat het aantal rond de 14.000 ligt. En daarom moeten deelnemers van de 30 kilometer voortaan in twee groepen starten. Een vroege en een late groep. Dit gebeurt om opstoppingen onderweg te voorkomen. Op de 40 kilometer wordt al een tijdje in twee groepen gestart. Het stijgende aantal wandelaars op de 30 kilometer is te verklaren. De vergrijzing wordt als oorzaak gezien. De politie heeft maandagavond na een achtervolging een auto van de weg gedrukt op de A73 bij Nijmegen. De bestuurder van de vluchtauto kreeg de hoogte van Kuik een stopteken. De man negeerde dat en reed verder over de snelweg. De politie zette daarna de achtervolging in. Tijdens de achtervolging ramde de automobilist een politieauto. Agenten uit die wagen besloten daarom de man bij de afrit Dukenburg van de weg te drukken. De auto kwam in de berm terecht en raakte flink beschadigd. De bestuurder die zich hevig verzette is aangehouden en omdat hij onwel was geraakt ook naar het ziekenhuis gebracht. A73 was door het voorval enige tijd afgesloten.